Mein Name ist Tim, ich war jetzt 10 Monate bei Sun Chemicals als R&D Application Engineer. Bei Sun Chemicals kregen we al snel ons eigen project aangewezen en kregen we al veel autonomie. Aldoende leren we de chemicaliën en de producten kennen. Natuurlijk, aangezien het mijn eerste job was, waren er vele vragen die naar boven kwamen. Maar de competente collega's konden hier wel mooie antwoorden op bieden en altijd goede ondersteuning geven. Bovendien, als je ergens vast zat of zo, gingen ze altijd niet aan je lot overlaten en zelf bepaalde dingen voorstellen dat je kan proberen om je bepaalde inkt betere eigenschappen te geven. Hetgeen wat ik niet snel ga vergeten is eigenlijk mijn eerste klantenbezoek. Dat was bij een grote industriële printer in Duitsland, waar we dan effectief de ontwikkelingen die we in het labo aan het uitvoeren zijn, dan eigenlijk kunnen zien van waar gaan die toegepast worden op grote schaal. En dat we ook echt goed begrijpen wat hun omstandigheden zijn, zodanig dat we eigenlijk een tailor-made solution kunnen aanbieden aan hun. Ik zou het leuk vinden als ik binnen 5 jaar toch al een aantal inkt ranges ontwikkeld heb, die specifiek bedoeld zijn om het te beprinten van plastic substraten, maar dan de meer recycleerbare plastics en de milieuvriendelijkere plastics.